De Pride Month, die de hele maand oktober heeft geduurd, komt tot een kleurrijk einde in Suriname. Hoewel Suriname belangrijke stappen heeft gezet, blijkt er nog veel werk te doen. Vooral wat betreft de bescherming van LGBTQ-rechten en de bestrijding van discriminatie. De afsluiting van deze maand was niet alleen een viering, maar ook een herinnering aan de voortdurende strijd voor gelijke rechten en acceptatie. De afsluiting van deze maand was een uiting van solidariteit en hoop voor een inclusievere toekomst. De Pride Month markeert strijd voor gelijkheid en acceptatie. Het toonde de kracht van gemeenschap en solidariteit en benadrukte de noodzaak om te blijven werken aan een samenleving waarin iedereen, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit, volledig geaccepteerd en gelijk behandeld wordt. Deze Pride Month was ook een tijd van educatie en bewustwording. Daarom stond de maand vol activiteiten die de LGBTQ-gemeenschap en hun bondgenoten samenbrachten om te vieren, te strijden voor gelijkheid en de boodschap van acceptatie te verspreiden. De kleurrijke optocht trok door de straten van Paramaribo en symboliseerde de trots en diversiteit van de LGBTQ-gemeenschap. De parade werd ondersteund door tal van lokale bedrijven, organisaties en individuen die hun solidariteit betuigden. Verschillende workshops en lezingen werden gehouden om het bewustzijn te vergroten over de uitdagingen waarmee de LGBTQ-gemeenschap wordt geconfronteerd en hoe mensen kunnen bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. De activiteiten dienden als een herinnering aan de bijdragen van de LGBTQ-gemeenschap aan de rijke cultuur van Suriname.